is gewone rijst, rijstbloem. En we hebben de, ik moet even kijken waar dit staat, deze. De sticky rice flour, de ketan. De masterclass ambachtelijk broodbakken op het Summa College. Deze les gaat gewoon door, hoewel de rest van het voortgezet onderwijs deze week officieel in lockdown is. De overheid maakt bewust een uitzondering voor praktijklessen. Ja, we praten over het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs. Dus vooral het praktijkleren is ontzettend belangrijk. En ja, je kan niet alles online doen. Een broodbak voor de laptop is een beetje lastig, even als lassen en dat soort zaken. Dus dat mag gelukkig doorgaan. We zien in de bakkersbranche dat glutenvrij brood echt een trend is. En daar willen wij heel graag op inspelen. Daar willen we de kennis van meegeven aan onze bakkers. Dus we hebben een glutenvrije workshop opgezet waarbij de studenten aan de slag zijn met het maken van in dit geval glutenarme producten. Nou, 5 minuten. Okay. Nou, zit het mooi door elkaar. Dus okay. Nou gaat de rijstkast in. Dit meelmix bestaat uit, 6 of 7 van die aparte soorten. En je moet dat eerst goed met elkaar mengen, zodat je wel, want hier heb je maar een deel van nodig in het brood. Als je het niet gemengd hebt, mis je alweer een hoeveelheid. Leren betekent hier niet met je neus in de boeken zitten, maar oefenen, doen, de stof in de praktijk brengen. En vooral ook de zintuigen gebruiken die je achter dat scherm niet nodig hebt. Het begint met heel veel voelen. Heel veel voelen aan je degen, ruiken, proeven, ervaren, zien. Wat je doet, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Dat kun je niet in een boek heel mooi uitleggen, maar dat begint eigenlijk in de praktijk. Met je handen bezig zijn slaat bij mij meer op dan een papiertje lezen. Dus voor mij is de praktijk wel belangrijker dan het online les. Alle praktijklessen die door mogen gaan, moet de school coronaproof aanbieden. Kijk, we hebben 300 opleidingen, dus we hebben te maken met 300 branches. En elke branche heeft zo zijn eigen code. Van sport naar nagelstylistes, van ICT tot bouwvakkers. Elke branche heeft zijn eigen coronacode en die passen wij gewoon toe. Mike? Globuli. We zijn niet alleen maar bezig met het maken van een leuk product, maar ze moeten ook leren samenwerken. Dus we werken ook echt aan soft skills, zeg maar, van een student. En dan zie je dat communicatie vaak toch wel heel lastig is, terwijl we in de bakkerij ook heel goed met elkaar moeten communiceren. Dat laatste geldt voor alle opleidingen van het Summa College. Communicatie en sociale vaardigheden blijven belangrijk. En daarom hoopt het Summa College dat het nieuwe kabinet op korte termijn alle lessen weer mogelijk maakt.